In Dordrecht zijn er in de afgelopen week 359 nieuwe coronagevallen bijgekomen. In totaal staat de teller sinds de uitbraak van het virus op 13.739. Een week eerder kwamen er nog 446 nieuwe besmettingen bij. Daarmee lijkt de daling van het aantal besmettingen nu toch echt door te zetten. Demissionair premier Mark Rutte en Hugo de Jonge van Volksgezondheid komen dinsdagavond om 7 uur met een persconferentie. Daarin zullen zij onder andere aankondigen volgende week met nieuwe versoepelingen te kunnen komen. Onder andere theaters, dierentuinen en andere pretparken zouden dan weer open kunnen.